Welkom bij een nieuwe video en dit is de video over de hele bijzondere puzzeltjes getekend door Jan van Haasteren, een aantal Popeye puzzeltjes. En ik heb hem al een keer helemaal gehad dat hij compleet was, maar ik heb niet deze aparte boekjes gehad als het ware die erbij zaten. Ik zal even laten zien hoe het werkt. Want dit is een puzzeltje die Jan van Haasteren heeft getekend in 1975. En in totaal 160 stukjes, maar dat is een aparte puzzel van 8x20. En zoals je hier ziet staan, hier openen en puzzel uitnemen. Je klapt hem als het ware open. Hier mist er eentje. Deze, die klap je ook open, die gaat toevallig de andere kant op. Maar hier zie je dan zo'n puzzeltje. Dit is een puzzeltje van 5x4 stukjes, dat is dus 20. En deze, die klap je dan ook open. En die hoort eronder. Dus je moest deze allemaal, al deze 8 verzamelen. En dan vormt het uiteindelijk deze puzzel. Die heb ik al een keer gehad. Dus dit zijn een paar losse mapjes als het ware. Ik zal zo wel laten zien bij welke actie die zaten. En dit is ook weer een puzzeltje van 5x4 stukjes. Olivia, die zit erbij. En zo kun je ze allemaal verzamelen. En ja, ik vond het wel leuk om een keer dit te laten zien. En hier zie je dan hoe de actie ook was. Verzamel ook de andere Popeye puzzeltjes. In elk pak Oetker pannenkoekenmeel van 400 gram zit een Popeye puzzeltje. De 8 verschillende puzzeltjes vormen samen de grote Popeye puzzel van 20x30. En dat is dus 8x20 stukjes, in totaal 160 stukjes. Echt een verzamelaars-item, heel lastig om deze allemaal te verkrijgen. Ja, en als je de hardcore verzamelaar bent, dan wil je ook nog al deze mapjes hebben waarin ze allemaal loszitten. Ja, dan heb je hem eigenlijk echt helemaal compleet.